We staan hier bij Albert Vlier, de man van de technische commissie. Hij was oud-keeper van het eerste, dus weet precies wat er nodig is bij Geenemuiden om tot resultaten te komen. Albert, dit seizoen voor de eerste keer ben je dan bij die technische commissie gekomen. Anders kijk je dan tegen het geel aan als je doelman bent. Ja, je krijgt natuurlijk met andere dingen te maken. Als voetballer denk je ook wel aan je team, maar ben je ook natuurlijk heel erg gefocust op jezelf, dat je zelf je dingen goed doet. Ik denk dat het verschil is als je in zo'n commissie zit, dat je echt aan alle zaken moet denken, alle randzaken, alle hoofdzaken, persoonlijkheden. Dus dat is al een stukje breder, denk ik. Alles wat je toen tijdens die in het eerste elftal voetballen, wat je toen allemaal meegemaakt hebt, waardoor je dan tegen een bepaalde commissie aankijkt, misschien niet altijd even positief. Heb je daar een bevestiging voor gekregen dit jaar? Nou, weet je wat het is? Degene die altijd in de technische commissie hebben gezeten, die hebben dat altijd met passie gedaan. Die hebben dat altijd met clubliefde gedaan. En tuurlijk, iedereen is wel eens een keer met een bepaalde situatie niet eens. En alleen moet ik zeggen dat ik daar zelf, mij als voetballer, daar nooit echt heel erg druk heb over gemaakt. Omdat ik altijd wel de filosofie heb dat mensen het doen vanuit clubliefde. En niet vanuit iemand dwars liggen of wat dan ook. Hè. Dus er is altijd een goede bedoeling. Nou goed, als ik kijk naar ons, naar dit jaar, ja, dan zijn we mooi op weg. We staan er mooi voor. Ik denk dat we een goed gekneed team hebben bij elkaar. Dus ja, het ziet er goed uit op dit moment. Een periode lang is Geenemuiden was altijd een trainer. Was niet al te lang dat hij bij die club zat, maar dan moest er weer een nieuwe komen. Heb je dat gevoel dat nog steeds in die technische commissie het zo is? Nee, en ik denk dat bij alle andere technische commissies niet anders is geweest. Dat er altijd de intentie is geweest om wat langer termijn met mensen door te gaan. Alleen ja, goed, er zijn soms situaties waarin het niet gaat of het niet wil. Ja, en dan worden de keuzes gemaakt. Ook in het verleden, maar ook nu. Kijk, het gaat nu hartstikke goed. Maar laten we eerlijk zijn, dat heb ik wel eens vaker gezegd, om wat voor situatie dan ook. Het kan ook zo omslaan. En dan kan het van een hoera-stemming ineens wat mineur worden. Alleen ja, ik denk dat je als je in een technische commissie zit en wie er dan ook geweest is en wie er nu dan ook in zit, je wil altijd een lange termijn. Daardoor creëer je over het algemeen rust. En dat is gunstig voor een club. Ja, je bent ook keeperstrainer. In hoeverre sta je dicht bij de jongens bij om ook op te pakken, ja, hoe dat leeft, een trainer en dergelijke? Nou goed, op dit moment ben ik geen keeperstrainer. Ik heb natuurlijk val wel eens in voor Marco, bij wijze van, als het nodig zou zijn. Maar goed, in het verleden heb ik dat wel eens gedaan. Maar goed, kijk, je weet natuurlijk wat het is als je speler bent. En ik denk dat het heel fijn is als je mensen om je heen hebt, ook als speler, die eens vragen hoe het is, hoe het met je gaat. Nou, daar probeer ik mij zeg maar wel op te richten. Dat ik probeer met iedereen even een gesprekje aan te gaan. Met mensen die heel vaak voetballen, maar mensen ook die misschien wel minder voetballen in de selectie. Ja, dat is heel belangrijk, want daar krijg je denk ik de eerlijke feedback van. En oprechte feedback. En ik hoop ook dat de jongens dat aan mij of aan wie dan ook zullen geven. Waardoor we ook aan het werk kunnen met dingen die misschien minder gaan of beter kunnen.